Deze beschouwing, die gaat over alleen zijn. En we gaan het lekker rustig doen. Want anders snap je niet wat ik bedoel. Ik heb van die gevoelens gehad. Dan was ik alleen. En dan had ik ideeën. En dan wilde ik mensen gaan bellen. En vragen of ze er een gat in zagen. Dan word je zo opgewonden. Van, oh, ik, ik moet wat gaan doen. En, en zei je te trappelen om iets te gaan doen. Dan denk je dat er wat moet gaan gebeuren. En jij moet het gaan doen. En dan ben je wel helemaal alleen. Maar. Waar ben je dan met je gedachten? Dan ben je met je gedachten bij dat wat je gaat doen. Ik moet nu, gek genoeg moet ik denken aan die scène van die best mooie film. Die gemaakt is na, op basis van dat boek Into the Heart of Darkness is een boek geschreven aan het einde van de 19e eeuw. En die verfilming die heet Apocalypse Now met Charlie Sheen en Marlon Brando. Francis Ford Coppola heeft die uh, gemaakt. En dan is Charlie Sheen van tevoren alleen. Tijdens een RR. &R. Wat is het? Iets met uh, rust of rest of zo. So. RR. Dan heb je vrij. RR. &R. Ja, dat vind ik een heel leuk stukje van die film. Maar dan. Dan is zo iemand dus bezig met wat hij moet gaan doen. En dan is hij niet alleen, vind ik. Dan, dan ben je met die gebeurtenis die eraan gaat komen. En omdat je dan met iets anders bent, ben je niet alleen. Val je. Eh? Volg je me nog? Zo. Waar ben je met je gedachten? Er is een heel mooi essay... geschreven door Gottlob Frege. En dat heet... Der Gedanke of Die Gedanke. Op zijn Nederlands De Gedachte. En dat begint zoiets met... Ik lig nu op een sofa. En ik kijk naar de knoopjes van het vest om mijn buik. Zoiets. Ik weet het niet meer precies hoor. Dat ik vond het erg mooi. Over de essentie van een gedachte. Wat is een gedachte? En waar zijn je gedachtes? Ik weet nog dat ik met de moeder van mijn wettig kind. Waren we in relatietherapie. Eh, we we hadden altijd problemen. En, en, dan had die therapeut gezegd, van, nou weet je wat jullie doen. Als je nou klaar bent zo dadelijk. Het is toch bijna lunchtijd. En dan ga je op de weg naar huis. Kijk maar ergens. Eh, lekker samen lunchen. En dan ga je de, de dingen maar even bespreken zonder mij erbij. En het ging om iets triviaals. Een hele rare vrouw. En, en tijdens die lunch. Uh, nou, zij legde haar standpunt op tafel. Uh, ik legde mijn standpunt op tafel. En nou, we waren het erover eens dat het verschillende standpunten waren. En zij bleef bij haar standpunt. Geen uh, gulle middenweg of uh, helemaal niks. Nee, nee. Nee, geen water bij de wijn. Dat, uh, dat past haar niet zo. Hè? Maar nou, het is nog niet erg dat we er verschillend over denken. Maar ik blijf bij mijn standpunt. En uh, ja, zoals ik het zeg, ja, het is toch zo dat. Uh, ja, wat ik zeg, ja, dat moet wel gebeuren. Anders word ik boos. Maar ja, goed, jij mag er anders over denken. Dat vind ik niet erg. Als het maar wel gebeurt, zoals ik het zeg, heel raar en dan lopen we een afloop over de straat. En dan zegt ze een... Wat een leuk huis. En ik denk het. <laughs> en dan kijkt ze naar haar: Wat een leuk huis. Waar gaat die opmerking over? Als nou, zijn ze daar in de vechten, moet je kijken. Bij het pleintje en dan in het hoekje. Wat een leuk huis is dat. En waar is zo iemand dan met haar gedachten? Nou, die is bij dat huis. Die is niet alleen. En al helemaal niet alleen met mij. Met de gedachten ergens anders. Martin Heidegger. die. kwam met de fraze. Daar zijn. Hun als slaai dood. Ik volg die man niet echt. Ik, ik, ik. denk te weten waar hij het over heeft. Je hebt zijn. En je hebt tijd. Het zijn twee verschillende dingen. En die combinatie van beide. dat is je daar zijn of zo. Je aandacht, kan je ook zeggen. En dan terug naar het alleen zijn. Als jij. je, je hebt morgen een tentamen. of een evaluatiegesprek. of. Uh, daar weet ik veel wat. En zoiets houdt je dan bezig. Dan ben je niet alleen. Dan ben je met dat ding. En wat moet je ermee? Een hele goede uitspraak van mezelf vind ik, vond ik op een bepaald moment. En er was een, een vriendin van mij. De vrouw van uh, Gert van Santen. Gert is overleden. Um, die, zei, die, die vertelde toen iets over. Ze had iets. Het was een feestje geweest, of weet ik veel wat. Nou, um, ja, zij had iets gedaan en daar vond ze van dat het niet helemaal optimaal was. Voor ja? verdorie en heb ik een zus en zo. En uh, ja, voor hetzelfde geld is iemand er heel erg de dupe van geworden. Maar ik kon er ook niks aan doen. Maar toch het idee dat... En dat was best een vervelend verhaal. Als zoiets dat maak je dan mee... dat geeft je een knagend gevoel. Een verdorie. En toen zei ik tegen haar... Je maakt jezelf... Te belangrijk. J jij denkt dat het er toe deed. Wat jij deed. En wat je dacht. En wat je zei. Maar misschien deed het er wel helemaal niet toe. En toen keek ze mij aan. En ik zag aan haar ogen dat ze in één keer opgelucht raakte. Ja, verrip. Ja. Ik, ik zit een beetje te twisten over mijn eigen vierkante millimeters. Maar. Uh, in het grote geheel, ja, uh, yeah. iedereen doet wel eens wat, iedereen zegt wel eens wat, uh, de, iedereen is wel eens te laat en ja. En waarom zou het belangrijk zijn dat het jou ook overkomt? Laat toch gaan. Als het echt erg was wat je gedaan had, hè, dan hadden ze wel achteraf gebeld of had je een bombrief gekregen of iets met antrax nou, als het allemaal niet gebeurd is, nou, dat zal het zal wel meegevallen zijn, hè? Ja, hadden ze maar wat moeten zeggen. Toch? Je kan wel met iedereen medelijden hebben, en dat moet je ook, maar je moet het in medelijden ook niet overdrijven. Dan word je wat Atlas, en draag je de hele wereld op je schouders, alsof jij zo geweldig bent. Dus sinds wanneer kan jij dat? Moet je niet gewoon toegeven dat je helemaal niks kan? Ja, toch? Al die verwachtingen die mensen van elkaar hebben. en dan ook van, van zichzelf hebben. Ik heb het helemaal niet goed gedaan. Wie bepaalt dat nou? Wat is het leuke met mijn vader? Hè? Mijn vader, die is verleid door mijn moeder. toen mijn vader 16, 17 was. En. Dan heeft hij dus uh, met plastertje, dingetje. Nou, je begrijpt het wel. En dat was mijn moeder zwanger, was ze 17. Nou, mijn vader is uh, ontzettend uh, veel gaan drinken. Nou, ik drink ook niet weinig. Maar, maar goed, uh, hij Hij kreeg daar een sodomieter mee. Heb ik eigenlijk nooit gehad. Maar... Moet je dan zeggen dat hij asociaal dronk? Ja. ja, en ik ben meer sociaal drinker. Hij was asociaal drinker. Ja, dat is niet zo best. Die kwam ook in alcoholontwenningsklinieken en psychiatrische inrichtingen. Een gesloten afdeling zat meneer. Was heel veilig, er kon echt niemand naar binnen. Ook ik moest er netjes op een knopje drukken. En dan komt er iemand in een witte jas. En die doet een deur open. En dan mag je je vader even zien. Het ging best goed met hem. Ja, vind je het gek? Lekker veilig in zo'n psychiatrische gesloten afdeling. En mijn vader die was op dat moment als de dood voor alcohol. Ging ook elke gif Dat Zoals hij maar begonnen wist hij van geen ophouden. En toen woonde die gozer op een boot. Ik heb zo'n toffe vader gehad. Hè? Woonde die op een boot. Heel keurig aan, niks slonzig. Echt een ontzettend keurig bootje. Met alles. Met een, met een oliekachel. En gastenbed, Helemaal heel handig. En ik dat denk, dat, dat voer ook nog, hè? Toet, 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 toe. Een hele einde gevaren met die bootman. En toen kreeg hij uh, vage klachten. <tie> dan ging hij naar het ziekenhuis. En kreeg hij diagnose longkanker of zo. En ze stonden erop dat ze hem open zouden snijden, ja. Nou, daar zat hij wel een beetje mee in zijn maag. Hè? Van oh jee, als ik dat maar overleef. Want het is hier nogal niks. Nou, ze gaan even je borstkast opensnijden. En, uh, en dan gaan ze met Een hem... stuk eruit. Allemaal bloed. En dan moet je hechten. En, ik me je me voorstellen, zijn ze, ze rechterlong, hè? Je linkerlong heeft twee kwabben, je rechterlong heeft drie kwabben. En twee plus drie is vijf, en dat, is, dat klopt, dan is het een aantal vingers aan elke hand. En, nou, je rechterlong heeft drie kwabben en dan die bovenste kwab, uh, die moest eraf. Het is dus, 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 vlak onder je rechterkin. Ja? Uh. Hij heeft ook niet overleefd hoor, dus, uh, hij is eraan dood gegaan. Met een hele geintje kreeg hij een ziekenhuisbacterie-infectie. Uh, MRSA. Oh, daar is geen kruid tegen gewassen. Heeft hij nog uh, van tien dagen morfinekuur gedaan? Met een pijp in zijn strot. Dat is niet aangenamer. Werd hij kunstmatig beademd met de morfine. Nou, het was niet zo leuk wat hem te wachten stond, maar zover was het nog niet. En ik was bij hem samen met mijn volle neef. <coughs> oh, ik had sigaren meegenomen. En mijn vader had gezorgd voor bier. Dat vond ik erg aardig van hem. En dan alleen voor mij en uh, mijn volle neef. En wel lekker aan het bier. En, en sigaren. Ik had een lekker sigaartje meegenomen. Nu heb ik achtergelaten bij mijn vader. Niet alle sigaren opgerookt. En mijn vader lustte dat ook. Een lekker sigaartje. En hij is al zo'n beetje zorgen te maken. Ja, nee, maar die operatie. Ik zit toch een beetje mee in mijn maag. Ja, vind je het gek? Hij is aan dood gegaan uiteindelijk. Maar. Dat moet je ook niet zomaar laten doen. Dat is heel gevaarlijk hoor, een ziekenhuis. Dan moet je je niet laten opereren. Want daar is een ziekenhuisbacterie. Dus je laat je vooral opereren in een hygiënische omgeving. Dus niet in een ziekenhuis. En <coughs> dan zei ik tegen hem: Pa. Vanavond moet jij, voordat je slapen gaat, moet jij bidden tot God. En we wel lachen. <laughs> Mijn vader is. Uh, ja, hooguit boeddhistisch. Uh, ja, stoïcijns, boeddhistisch, uh, zoiets is die. Ja, ja die, mijn volle neef Isidore, die, die is ook zo. Stoïcijns, boeddhistisch. Dan moet je bidden tot God. En dan moet jij een belofte doen. En dan wil je zeggen, God, ik beloof u... dat ik samen met mijn zoon, Perry... Op een zaterdag ga zuipen hier in de kantine van de, de jachthaven waar die lag. En dan, uh, daarmee bedoelde ik om een uurtje of vier, dan kom ik op een zaterdag en de hele zondag heb ik ook vrij. Maandag hoef ik pas weer te werken. Dan uh, heb ik het hele weekend vrij en dan ga ik op zaterdag uh, ergens in de middag. Eh, uh, dan maar pa, uh, dan gaan we gaan misschien eerst wat doen. Misschien een klusje aan de boot of zo. Ik kan ook wel wat, hoor. Ik uh, wil een of andere touw erop niet onderheen trekken. Of, uh, de... Er is al een boot, is er is altijd wel wat te doen. Of we gaan een boekje lezen zo. Eindje wandelen met de hond. Uit een hond en een papegaai. En nou, dan om een uurtje vier, dan nou, krijg je toch een beetje honger. Hè? En dan gaan we bruine boterhammen eten. Hè? In de kantine. En ik weet nu al hoe het begint. Het begint heel rustig. Dan komen ze twee binnen en... Oh, oh ja, dit is mijn zoon. Oh, heb jij een zoon? Ja, hallo, ja, dit is mijn pa. Dan gaan we lekker zitten aan een tafeltje. Een, een, een kalm tempo en gewoon bier. M mijn vader en sterke dranken, dat is meer iets voor mij. Maar dat niet echt voor mijn pa. Dat, dat, maar bier. Dat kan ik goed hebben, hoor. En dan de tactiek is om geen contact te zoeken. We komen er maar één ding doen. We gaan net zoveel suipen... Totdat we denken dat we met een ambulance en een traumahelikopter afgevoerd moeten worden als we doordrinken. Maar tot aan dat moment. Hè. Dus als we nog kunnen kruipen, kunnen we ook nog drinken. Ja, we zitten op 200 meter afstand van de boot. Dus. Maar rustig beginnen. Een reis van duizend mijl begint met één stap. Hmm. En dan komt er vanzelf iemand bij zitten. Nou, en ik zeg je nu al, die eerste gesprekken dat we allemaal heel grappig. En dan lachen we. En dan komen er nog meer bij. <coughs> en dan komen ook die eikels erbij, waar mijn vader last van heeft. En die weet ik dan gelijk. Want op die jachthaven daar zitten ook een aantal ongelofelijke hufters. Maar die komen er dan ook bij. En dat weet ik dan. Hmm. Dan ga ik lekker achterover hangen zo. En een eigen neventje erbij zo. En dan ga ik een paar rake opmerkingen maken. Dan krijgen we daar een heisa, jongen. En dat lossen we op door gewoon nog meer te bestellen. Kijk, het punt is: zolang je betaalt, word je in de regel de kroeg niet uitgezet. Je moet wel betalen. Als je gewoon flapt met die flappen. Hoppakee. Nog een meter bier erbij. We maakt dat? En dat mijn vader dan zegt tegen God, nou, dat ga ik dus doen met mijn zoon. Wat er gaat gebeuren, dat weet ik niet. Dat zal mijn zoon gaan bepalen. En, ja, uh, desnoods gaan we kruipend terug naar de boot. Als we niet in het water vallen. Huh? Dat geeft allemaal zo'n tumult om twee uur s'nachts. Dan hebben we de hele zondag om op onze krenten te liggen. Dus, uh, dat gaan we doen, pa en als contraprestatie eis je dan dat het goed gaat met die operatie. Ze dus dan laat je wel leven. Nou, vreemd genoeg heeft mijn vader, ja, die moest er wel om lachen, maar hij dacht dat het een grapje was. Dus hij heeft het niet gedaan. En nou, toen is hij doodgegaan. gegaan. MRSA. Ziekenhuisbacterieinfectie. You. Ja, er kan van alles gebeuren in het ziekenhuis. Hè. Je kan van de trap afvallen. Je rolstoel kan klem komen zitten in de lift. En dan gaat de lift alvast omlaag en dan zit de helft van je... Ja, dan ben je een van je rolstoelwielen ben je kwijt. En dan hang je daar als uh, je bent toch al gehandicapt bent in een ziekenhuis. Er kan van alles fout gaan in een ziekenhuis. Ook kan je dus een infectie krijgen. En dan ga je dood. In het geval van mijn vader. Maar goed, dus... Het is een verschrikkelijk verhaal, maar dan moet je je niet uh, gewoon lekker één zijn. Dingen gebeuren hoor. Dan moet je ook zelf eens even beseffen dat het ook helemaal niet erg is als jij niet gelukt bent in je leven. Daar kan je hebben, man. Dat je ooit dacht van ja, ik weet nog hè, toen was ik jong en toen was ik veertien en ja, nu ben ik oud, ben ik drieëntwintig hè, maar uh, ja, ik, nee, ik heb echt, ja, ik heb kansen gemist. En nou en? Wat maakt dat nou meer uit? Sinds wanneer heb jij een contract getekend waarin jij je contractueel hebt verplicht dat je alle kansen moest gebruiken? geen zult niet falen. Wat is dat nou weer? Dat staat toch niet in de tien geboden van Mozes of zo? Hoezo mag falen niet? Dat is toch van onzin? Dat is mijn dochter ook. Dat, is, dat was nou eens in de. Drie Havo, vier Havo. Drie Havo, denk ik. Dat gezeik met die scheiding. Dat is niet leuk voor kinderen. Dat is toch zo'n waarheid als een koe. Hè? Scheiden is niet leuk voor de kinderen. Dat is heel leuk voor de ouders. Die ouders zeggen: Hé, zijn eindelijk gescheiden. Of in mijn geval maar één van beide ouders. Dus 50% van de ouders is dan heel blij met de scheiding. Maar het is niet leuk voor de kinderen. Helemaal nooit niet. In geen enkel opzicht. Het is alleen maar vervelend voor kinderen. Ik vind dat ouders die scheiden. Dat ze dus. Uh, 50.000 euro. Degene die wil scheiden. 50.000 tot 100.000 euro. moeten van het krediet van zo'n persoon worden afgetrokken. En dat wordt uh, op een G-rekening gezet. Een geblokkeerde rekening. Dus geoormerkt geld. Uh, voor een kind. Ja, mijn ouders zijn gescheiden. Maar ik heb wel uh, 100.000 euro in. Uh, ja, in Griekenland. Of, of waar het ook maar staat, Zwitserland. Ja, daar kan ik altijd bij. Uh... Als ik het nodig heb. Dat is toch wel leuk hoor. Je ouders zijn gescheiden. Dan heb je wel een appeltje voor de dorst. Dat is gewoon niet leuk voor kinderen scheiden. Dat kost kinderen. Dat kost kinderen energie. En die zouden die ouders moeten cashen. U wil scheiden? Nou, dat kost in uw geval. Hoeveel kinderen heeft u? Oh, vijf kinderen. En dan, oh, scheiden. Ja, dat is, de... is 500.000 euro. Dat zou eerlijk zijn. Nou, maar is niet. Maar de wereld is niet eerlijk, dus wat uh, maakt het uit. Anyway, mijn dochter die komt uh, met al die scheiding en de schoolresultaten als sneeuw voor de zon. En dan zegt: ja, ik, uh, ik ben zenuwachtig. Ik heb morgen... Ja, de... uh, je moet me overhoren. En, uh, 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 want anders haal ik het niet. En ik ja. ja, ik weet dat haar schoolresultaten door die scheiding al voor als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Ja, dan gaan je rapportcijfers omlaag. Als het schoolsysteem een klein beetje zo mogen werken, hè? Dus je gaat scheiden en dan moeten de rapportcijfers op school ook daadwerkelijk omlaag gaan. Want als het niet het geval is, dan werkt het rapportagesysteem van de school niet. Je gaat mij niet vertellen dat uh, rapportcijfers van kinderen dat die stijgen. Nadat de ouders zijn gescheiden. Nee, dat doe ik niet. Nou, ik had, uh, ik, uh, mijn zoon ging helemaal niet goed op school, hè. Wat, heb ik zijn vader de deur uitgetrapt? Nou, ineens had hij negens voor wiskunde. Nee, dat doe ik niet. Nou, goed, zijn kinderen dan slechte cijfers. En dat zag ik, inderdaad. Uh, je kan dan zo inloggen bij zo'n school, maar dan heb je. Dat doe ik niet. De moeder doet dat dan wel. Ja, dan kan ik eens zien, het digitale, hoe het gaat. Nou, het ging helemaal niet zo goed. Maar dat kan mijn dochter mij zelf wel vertellen. De ik haar vragen: wat is nou het probleem? Ja, nou, dan blijf ik zitten. Zie je nou me Wat maakt het uit? Dan kijk eens ze me zo aan. Ja, maar dan. Uh... Dan, dan gaat uh, haar vriendin, Suze, dan gaat hij wel over en dan ik niet. En dan uh, kom ik in de klas met allemaal jonge kinderen en dan ken ik niemand. En, uh, nou, dat wil ik niet. Ja, zeg, ja, als het zo is. Ja, dan, dan moet je maar overgaan, dacht ik, hè? Ja, Suze, dat is dan wel belangrijk. Ja, nou, dan zal ik maar gaan studeren. Dan ga je studeren zodat je bij Suze in de klas kan blijven zitten. Huh? Kijk, dan doen we het ergens voor. Huh? Dan ga je goed denken aan Suze. Want, oh, Suze, ik kom eraan. Ik, ik help je. Nee, ik, ik ga. Volgend jaar ben ik weer bij jou in de klas. Ja, ga dan studeren. Als het daarom gaat. Dan doe dat dan. Nou, dat begrijp ze wel. Maar als ik binnenkwam en was ik was helemaal down. Hè? Ik had een vier. wat vervelend voor je? Hoe kan dat nou? Nou. Um, z -z -uh, uh, uh, zal ik dan iets extra lekkers koken vanavond? Uh, zal ik uh, deze keer dan wel een toetje? En mag jij kiezen welk toetje? Ik dacht dan. Uh, die heel goedkoop is. Dus 89 eurocentjes van die vanier met Slagroom. Oh, ze zit, dat vind ik wel lekker ja dan krijg je dat zal ik dan ook aardbeiensaus uh, van uh, Tova erbij dat moet ik wel lekker dan heb je van die gewoon een beetje aardbeiensaus eroverheen oh je, dat is wel ietsje ja want jij hebt nog voldoende dat is wel heel vervelend dan moet je wel wat aan doen als ouder vind ik huh? een beetje troost bieden Nou, <tok> oh, zo goed ze heb je je moeder al verteld nou nou nee dat uh, daar ga ik een moment voor kiezen ja, precies. Tegen de vader kan ze gelijk vertellen dat ze een vier heeft, want dan krijgt ze een lekker toetje. En bij de moeder moet je dan het moment kiezen. Oh, nou, dan gaan we lekker doen. Het gaat uiteindelijk niet om dat soort dingen als rapportcijfers of salaris of eindejaarsuitkering of, of de Belastingdienst die alles van je inpikt. Dat is allemaal niet belangrijk. Het is afleiding alleen maar. Voor wat je werkelijk bent. Namelijk, je bent alleen. En er wordt helemaal niks van je verwacht. Dat is ook nog het erger. Iedereen zit een beetje zo van, uh, oh, wat gaat hij doen? Want niemand weet wat goed is. Ik ben nu heel veel bezig met schaken. En dan heb je de vraag: wat is een goede set? Dat is echt de vraag, hoor. Je hebt die fenomenale partij tussen Michael Tal en Michael Botwinik. En dat is dan dat Russische kampioenschap. En dan partij nummer 6. Daarin doet Michael Tal een set en die kan niet. Die is totaal illegaal. En toen Michael Tal die set deed, toen kwam er applaus in de zaal. Echt zo. Yeah, yeah, yeah. Iedereen zo klap, klap, klap. En hebben ze later die set geanalyseerd. Maar die kan echt niet. Dat is uh, <laughs> echt zo stupid move. <laughs> En <laughs> Bot Vinnik. Dat was dus de, de, de wereldkampioen, hè, de Rus, Van, oh, Mr. Bot Vinnik. <laughs> die stond totaal bovenaan. Dat was een soort nebuktesmesser. <laughs> die, die was beledigd. <laughs> dat is zo is de verklaring. Hè. Bot Finnick, die, werd, die werd opgewonden van die move. <laughs> De wet bot vind ik, werd boos. En toen heeft Michael Tal gewonnen. Het is om weer te beschuren. En denk je nou eens in, hè? Dat is zoiets, hè? Zoals die wedstrijd tussen Michael Tal en Michael Bot vind ik. Dat dat jouw leven is. En die ene set is dat wat je morgen gaat doen. Gewoon om de omgeving af te zeiken. <laughs> Bijvoorbeeld je mond houden. Dat is ook zo'n tactiek, jongen. Oh, ik heb zoveel levenslessen. Huh? <laughs> Luisteren. Dat is er één. Luisteren. Weet je dat mensen als ze spreken. veel meer vertellen. dan dat wat ze bedoelen? Echt waar, daar kan niemand wat aan doen. Als mensen dingen zeggen. Dat, dat hele lijf gaat spreken. Je hebt dus. de materialistische beoordelingen. van het alleen zijn. Iedereen is een zak met moleculen. En het is niet eerlijk dat je andermans moleculen af gaat pakken. Die moeten gegeven worden. Dat kan dus wel. Als je een mannetje hebt en die heeft een zak, met, dat is een zak met moleculen. Maar in zijn zak zitten ook moleculen. En, 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 en geeft die moleculen. Dat is de, de bevruchting. Ja, dat kan wel. Maar het is niet zo dat je van een ander zijn vinger op mag eten. Van ik heb zo'n honger, mag ik jouw hand? Ach, nou, lekker zeggen. Je moet van elkaar's moleculen afblijven. Dus alleen zijn. Jouw moleculen zijn jouw moleculen en zijn moleculen, of haar, zijn haar moleculen. Zijn moleculen. Iedereen is alleen. Nou en dan gaan die zakken moleculen die gaan zich uiten in taal. Dat is heel leuk. Hé, hey, een bronvlieg. Dan gaan we allemaal lachen of weet ik veel wat. En dan, dan heb je wat mensen zeggen en je hebt de woordkeuzes. En dan heb je ook nog de lichaamshouding. En je hebt het tempo waarin gesproken wordt. En de versprekingen ook nog. Uh, daar moet je eens naar luisteren. Ik zat. Ik was toen. Uh, was ik 32. En. Toen. toen was ik depressief. Dat was het. <clears throat> het leven was voor mij een hel. Ik wil s'nachts niet slapen en overdag ben je bek af. En dat blijft zich maar herhalen. En, en je slaapt maar niet. Dat is naar. Dan krijg je dingen van als een hoge bloeddruk. En... Ja, ik ken het wel. En toen... ...ben ik door mijn huisarts naar Wolfheze gestuurd. Psychiatrische ziekenhuiskliniek hier... ...bij de Bilderberg... ...dinges. Daar die streek. En die man... ...daar heb ik twee jaar lang... ...om te beginnen twee keer per week en toen één keer per week... Dan 40 minuten... Werd ik ondervraagd. Ik weet nog dat ik op het intakegesprek was en dat, de, 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 dat er gezegd werd van oké, okay, u beschikt over voldoende cognitieve kwaliteiten. U hoeft niet in een groepstherapie. U krijgt individuele therapie. Waarop ik dacht. Halleluja! Want dat zag ik tegenop. Ik was er wel toe bereid. Nou, desnoods maar groepstherapie. Ja, dat was er haar ook. Maar dat zag ik dan wel tegenop. Dat is een beetje met je... Ja, met z'n En hoe ging het met jou vandaag? Kleffe ja, toestanden. Hmm. Maar ik mocht uh, analytische therapie. Want ja, ze hadden behavioristisch. Dus met uh, die Amerikaanse psychiaterdingers. Ze dus, uh, aansturen van primaire prikkels of zo. Gedragstherapie ik kan ik het ook noemen. En je moet gewoon anders gedragen, man. Oh, je doet het nu zo, maar ho hoe zou het zijn als je het anders doet? Behavioristisch. Het uh, is nou scanner? Scanner. Nou, dat zou ik niet krijgen. Ik zou analytisch krijgen. Ik denk, nou, laat maar doen. Het maakt mij niet uit. Ik sliep niet en overdag was ik doodop. Dan ga je in bed liggen en dan slaap je niet. En overdag ben je doodop. Ja, dat gaat maar door. Ja, een beetje alcohol erbij. Roken, koffie, suiker. Er werd er ook gezegd: ja, uh, hoeveel drinkt u? Nou, heb ik dus, dus, als het hoort over 30% van wat ik consumeer, heb ik opgegeven. Dan denk ik, nou, dat is ongeveer zoveel drink ik. Oh, meneer, maar dat is veel, veel, veel te veel. Dan krijgen we naam. Nou. Jo, ja, de afspraak is wel dat uh, als u tijdens de therapie gaat drinken. dan bent u verplicht, dus contractueel verplicht. Hè. <tosses> Anders worden we heel boos. Nee. Maar als je gaat drinken. Maar moet dat gemeld worden? Ik zei: oh, Oké, okay, dat is goed. Je hebt ook helemaal geen druppel gedronken hoor. Maar ik neem dat serieus. Dus, Oké, okay, dat is de deal. Als ik drink, moet ik het zeggen. Dus ik mag wel drinken, maar dan moet ik het zeggen. Dus dat is goed. Ja. En u mag niet drinken, want dan helpt de therapie niet. Nou, Oké, okay, dat is ook goed. Nou, ja, dan moet je gaan. Want ik zei er ook nog bij van, waar ik eh, het is het toch niet dat ik al met mijn jeugd en zo en nee, eh, nee, 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 we gaan niet bij. Je hoeft helemaal niks te vertellen over je jeugd, helemaal, helemaal niet, allemaal niet belangrijk, joh. Nee, we blijven in het heden. Oh, nou, nou, zullen dus zien wat er van komt, hè? Nou, twee jaar, twee jaar. Geen druppel alcohol, helemaal niks. Jeetje, kreetje. Het was helemaal geen leuke tijd. Het was heel moeilijk. En die man. Die, die was als een steen. Hè? Uh, goeiedag. Dus je, je komt hem binnen was ambulante en dan moet je je melden bij de secretaresse, receptioniste. Hui hui, afspraak. Dan moest je ook nog uh, eigen bijdragen, maar dat was niks. Serieus? Dat was uh, drie, vier, vijf gulden. Dan ah, kon je met muntjes betalen. Maar dat moest dan wel, maar dat was geen enkel probleem. Of je moest een uh, kruisje zetten en dan kreeg je aan het einde van de maand uh, een Accept Giro. Handtekeningen en een envelopje. Nou, je betaalt. En dan die man, zo'n kamertje met uh, heel gehoorig, was het daar. En, en dan deed hij een, een cassettebandje van 45 minuten. Die ging in de cassette recorder en dan een microfoon op tafel. En uh, nou, ga maar lekker zitten, een kopje koffie. Er stond een doos met Kleenex... Waar die tissues? Ik heb ook nog een keer aan hem gevraagd. Van, waar, waar is die doos eigenlijk voor? Met die, uh, met die tissues. Ja, zei hij. Want uh, ja, soms moeten mensen huilen. Zo, oh. Ja, zo zal wel. Ja. Daar had ik geen last van, hè? En dan moest je aan die gozer, die deed die, van nou, en uh, dan, dan, dan zei hij dan ook, nou zit je lekker, biep, nou, dan gaan we, dan ben je er klaar voor? En dan deed hij dus play en die rode knop, dus dan heb je record. En dan begon het. En ik heb meegemaakt dat hij schrok van dat die, die record, deed. dat hij schrok. Dat ik beter in de gaten had. dat het gesprek bijna voorbij was. Want als de recording uitging. was het gesprek over. En dan, nou, dan is, nou, leuk gesproken te hebben. En we nemen het allemaal door. En nou, tot volgende week. gek, hè? Dat dat helpt. Zoiets, hè? Dus je gaat naar iemand toe. en die gaat je drie kwartier lang. Uh, debrieven. Dat is wat hij deed. Vertel eens wat er vandaag gebeurd is. En de, wat heeft je bezig gehouden. En, uh, en, en als je dan te laat bent, hè, dan ben je helemaal de boek. Maar goh, je was te laat, hè? Ja, kan het nou? Dat, dat, dat soort dingen krijg je dan. Dus niet te laat zijn. Want dan gaan ze over zeiken. Het was zelfs zo dat die man zei van ja. De eerste sessies met hem. Dat was op de eerste verdieping en dan moest je de trap op. En dan ook de. als nou, je nou, naar beneden gaat, de trap weer af. En die klootzak. die had in de gaten dat ik heel langzaam de trap opging. Terwijl de trap omlaag. Want de brrr, uh, dan was ik beneden. Dan, Dank je wel, doei. Dat is iets merkwaardig. Als jij omhoog gaat, dat duurt even. bij wijze van spreken. Maar omlaag dan ben je in één keer weg. Alles had hij in de gaten. En zo moet je kijken naar andere mensen. Dus de vraag was wie, wie in de gaten zat te houden. Hij zat mij in de gaten te houden. En ik zat onderwijl hem in de gaten te houden. Want uh, jij, jij ziet van alles aan mij. En hoe doet hij dat nou? Want dat wist ik niet. En waar die gozer op lette, was mijn taalgebruik. Mensen hebben de neiging om. Uh, dan gaan ze het over iets hebben. Hè? En dan beschrijven ze in geuren en kleuren wat er gebeurd is en waar het eigenlijk om ging... daar draaien ze omheen in hun woord. Dat heet om de hete brei heen draaien. Dat doet iedereen. Behalve degene die... Ja, zoals ik nu. Ik heb helemaal geen hete brei meer. Maar mij is alles hete brei. Dus ik, ik heb niet meer zo'n onderscheid. Hè? Maar dat doe wel. Ik schaamde me... Dus ik, ik maakte me zorgen. Ik, ik, ik vond mezelf niet voldoen. En dat is een vervelend gevoel. En dan ben je depressief. En die gozer, die. Ik, ik had hem in de gaten. Dus ik wist dat hij erg moeilijk was in het voor de gek houden. En die Hufter, die wist altijd de, de, de vinger op de zere plek te leggen. Van, ja, wat een goed verhaal zeg. En wat je net zei, hè. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? En dan dacht ik, waarom begin je daar nou over? Hey, ik heb jou uh, tien dingen verteld. En dan pik je er één ding uit. En daar gaan we het. Hoezo daarover? die andere dingen ging het. Wat laten we daarover hebben? Yeah. Negen andere dingen? Want ik denk van, nou, dat okay, oké. Okay, okay. En waarom dan dat ene ding? Nou, hij, hij wist van taal. Hij maakte een taalanalyse. Dat moet jij ook doen. Een woord als maar. Als iemand dat bezigt... Dan is er iets aan de hand. Je hebt ook de frase zeg maar. Zeg maar. Of in het Engels uh, you know. But. Of in het Engels but. <laughs> Daar lette hij op. Zo gauw ik dat soort frazen gebruikte. dan ging er bij hem zo kling. net als in een kassaregister, kling. One hit. En dan, en dan niet gelijk reageren, maar dan. Op, 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 en dan vier, vijf, zes, zeven hits. Het woord tenzij. Dat is er ook zo mee. Luchtledige woorden. En dan wist hij dat er iets was. is heel, heel gek. Als je zo achtervolgd wordt. <kuggen> en je kan niks doen. Hè? Je kan niet boos worden. Er zat een doos met Kleenex op tafel. Dus wat zeur je over? Hè? En het is heel gehorig. En er waren ook mensen die allemaal schreeuwen jongen, op de gang. Alsof er een varken gekeeld werd... Ik maakte daar nog een opmerking over tegen hem, hè? waarop hij droogjes vroeg: van ja, en, en wat doet dat met je? Zo. Jij zit hier op die bank en je hoort dat geschreeuw op de gang. En wat doet dat met jou? Kan je daar wat meer over vertellen? Het <laughs> is echt verschrikkelijk. Ja, dat is verschrikkelijk. Het was helemaal niet leuk. Echt niet. Het <laughs> verschrikkelijk. Het enige wat ik er als positief aan ervaren heb. is dat ik geleerd heb hoe hij luisterde. Die kerel had daadwerkelijk twee oren aan zijn kop. En een recorder erbij. zodat hij achteraf kon controleren: van, heb ik dat nou werkelijk gehoord? En even een schemaatje maken. Gadverdamme. Als er iets is wat je niet wilt doen, dat is het analytische therapie. Want je gaat op de grill. En dan heel formeel, hè. Drie kwartier voorbij. Bats. Time's up. Net als een hoer. En dan is het ja, opstaan en uh, een vriendelijk gedag zeggen. En nog even zwaaien naar de, de persoon achter de kassa. En dan oh, tot de volgende week. En dan mag je weer. Nee, hm. ja, dat is echt niet leuk. Dat, uh, ik wil het niemand adviseren. Ik wil iedereen adviseren om net zo goed te luisteren als die kerel deed. Dan ben je oppermachtig. machtig Goed luisteren, goed kijken. Wat dacht je ervan om als je morgen een verplichting hebt om je bek te houden. En eens te kijken wat er gebeurt als je helemaal niks doet. Behalve dat wat je beloofd hebt. Dus je hebt dingen beloofd, die doe je keurig. Dat is ook, maar dat is ook alles. Het invullen van je belofte. Je, je zou weer om tien voor negen zijn. Nou, dan ben je er ook om uh, tien over half negen. Even je jas ophangen. Even de hond aaien. En dan ben je er om tien voor negen. En dan vraag je wat je moet doen. En zelf doe je helemaal niks. En gewoon eens even kijken. Wat is er nou in de naam van de hemel aan de hand? Onder andere in Nederland. Waar ze zulke mooie taal spreken. In de regel. Ter wereld. En dat is alleen. All in. Doe wat dan. Gewoon helemaal niks. Wees een hond. Denk jezelf in. Jij bent een tackle En de wereld is een bejaarde vrouw. En die moet af en toe een wandelingetje hebben. En ze gebruikt jou als excuus om te wandelen en voor de rest moet je in je mandje liggen. En meer niet. En als het vrouwtje wil gaan wandelen, dan sta jij klaar. En dan hoeft ze alleen maar de, de, de honden riemen. En je doet gelijk je kopje er doorheen. Ja, kopje door het riempje, we gelukkig wandelen. En dan een beetje kwispelen met je staartje. Kijk, als je een rotwaarder bent en je hebt een staart, ja, dan wordt het er eraf gehaald. Hè? Maar een tekkel mag lekker met staartje. Kwispel, kwispel, kwispel. Lekker wandelen met oude vrouwtje. Stel, jij werkt in de metselbouw. Denk je dat even in... Stel je hebt een man en die werkt in de metselbouw. Wees morgenochtend de tackle. En jouw man van de metselbouw is zo'n oude vrouw. En boe, boe 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 En wees die tackle. Waarom kwispelen met je staartje? En niet blaffen. <coughs> bij. Bellen heet dat op z'n Duits. <laughs> Blaffen op z'n Duits is dus bellen. Ik bel je even. Blaf, blaf. <laughs> niet bellen. Helemaal niet doen. Dat <laughs> mensen zeggen van... Uh, ik ben van social media af. Uh, dat vind ik uh, ook niet goed. Je moet wel op social media zitten. Maar je moet er niks op zetten. Dat is de kunst. Je moet niet blaffen op social media. Oh, kijken. Dat je weet wat er aan de hand is. Nou, oh, met die gaat het ook weer helemaal niet. Oh, Jezus. Oh, milieuproblemen. Ik, ik, ik zie ze allemaal voorbij komen. Uh, problemen met negers. Problemen met lesbiennes. Problemen met transgenders. Problemen met homo's. Problemen met CO2. Problemen met het klimaat. Problemen met de EU. Problemen met de presidentsverkiezingen. Iedereen heeft problemen. Uh, problemen met de coronacrisis. Uh, ja, iedereen heeft problemen. Ja. Nou, dan mag je er wel naar kijken. Over het al een zijn. Hè? Het, uh, porno kijken in die zin. Dat is behoorlijk al een. Hè? Moet je wel goede porno kijken. Het is behoorlijk al een. Is heel eenzaam. Goede porno dan. Ik weet nog dat ik met kleine Marco Zaten we alleen. Hij is iemand. Kleine Marco. Hij is al één. Hij is alleen. Daadwerkelijk. Alleen. Hij heeft ook helemaal geen last van social media. Helemaal niks. Hij is alleen. Hij heeft een uitkering. En hij valt niemand lastig. Hij is, hij, is, hij is wel kwetsbaar. Hij is snel beledigd. Maar het is een vriend van mij. Ik zei maar. En het is een vriend van mij. En dus is het niet echt een vriend van mij. Want ik zijn maar. Kijk, zo goed moet je naar mensen luisteren. Dus wat zou ik moeten zeggen over uh, Kleine Marco? Uh, het is iemand die ik ken. En hey, nee. Het is iemand die ik wil kennen. Dat is het. Ik ben niet geïnteresseerd in hem. Ik ben geïnteresseerd in waar hij vandaan komt. Welk voortplantend beginsel heeft jou geproduceerd? In de materie. Want hij is katholiek en atheïstisch. En een kleine opzodemieter mieter. En hij kan wel degelijk wat. En dat is een rare draaf. Hij heeft keurig een uitkering en, het... en de buren hebben echt geen last van hem. Alleen zijn woning is een op. En hij is geen hoorder of zo, dan ga je geen verzamelaar. Het is meer dat hij, ja, zoals een, ja, een, een, zoals een bever. Ja? Eten naar binnen halen en, ja, opruimen, afwassen. Dat is, ja, is het echt nodig? Tegeltjes afnemen. Ja, waarom? Ja, zo iemand is dat. Dat is toch verder niet erg, bij hem is het ook niet erg dat je morst met je as. Je ja? hebt een asbak, die is allemaal vol. Maar en dan heb je er, zit er ook en dan, uh, je, je asbak, en dan valt het halverwege op de grond. En dat maakt niet uit. Stofzuiger doet hij toch ook niet of nauwelijks? Dus dat komt allemaal goed. En dan zaten we in Café de Wacht was hij goed op dreef. Hè? Want hij weet wel degelijk iets. Hè? Van techniek. En... Nou, hoe je het moet doen met routers. De en... Raspberry Pi. En single board computing. Poor man's computing. Een soort punk ICT. -er. En dan zei hij... Nou, kom op, ik heb nog zwaar bier thuis. Ga maar even bij mij thuis langs. Dan krijg je zwaar bier. <laughs> het was twee uur s'nachts, kwart over twee. Gaat de kroeg dicht. En mijn credo is dat als je s'morgens opstaat. dan sta je aan het werk. en, en hoeveel uur je slaapt. De, de kwaliteit van het slapen is belangrijker dan het aantal uur. Dus vier, vijf uur slapen, voor een keertje moet dat kunnen. Uit, ik zei, dat is goed, joh. Dan zijn we dus op een maandag om half drie s'nachts bij hem. In zijn foutmansbak. Met daarin een geweldige Unix-Linux-bak. <laughs> En dan het analoge audio. En meneer beweert dat het ook allemaal werkt. En dat de hoofdtelefoon het ook doet. En woe. Maar we moeten zachtjes doen. Want het is half drie s'nachts. En meneer had een voorbeeld van wat hij vond. Goede porno. Ik was stom verbaasd. Hij zal lachen. Ja, ja. Goed was hij. Ik zei, het was amazing. Low budget. Uh, en je kon zien dat iedereen die meespeelde, dat die er ontzettend lol aan had. Het was één grote gein. Ja, oude mensen doen alsof ze kinderen zijn. Ontzettend leuk. Ja, dat is alleen goede porno. Dus, die moet je in je eentje kijken. En bij porno vind ik ook, als je met z'n tweeën kijkt. Dan, of voor een stelletje, hè? Kijk goede porno. Met z'n tweeën. Dat je dus... Net als dat je in de achtbaan gaat, hè? Dat je dat ook van tevoren afspreekt. van Ja, we gaan nu porno kijken vanavond. Dat moet je doen. En, met z'n tweeën eerst naar de sauna, zou ik zeggen. Lekker al die huiscellen eraf. En helemaal fris opnieuw begannen. Hè. Helemaal begannen. Helemaal, helemaal de haartjes eraf. Zie je, die lekker helemaal vies in het bedje. Schoon bed, schoonbit. Bed, nieuw, nou, nieuw, schoon gewassen, beddengoed. Kinderen die zijn bij oma. Geef die kinderen aan oma. Het is echt heel belangrijk, hè? Kinderen moet je dumpen bij de grootouders. Minimaal uh, één dag per week. Anders gaan die oudjes dood. Die oudjes die moet je die kleinkinderen geven. Ga maar zeuren bij oma en opa. Dan minimaal één dag per week hoor. Dan moet je wel in die kleine gut af zijn. Maar dat kan je ook opvoeren. Als je een beetje energieke grootouders hebt. Dan misschien wel twee dagen per week. Weet jij veel? Ja, wat kunnen die oudjes nog hebben? Ja. Even die kinderen af. Goede seks. Kijk, het leven is toch niets meer dan een kwestie van doorneuken op het juiste moment. Dus dan even terug naar porno kijken. Dus ja, eerst lekker naar de sauna. En dan uh, eten. Gewoon normaal eten. Ja. Dus uh, lekker. Zijn eiwitten, eten, En iets te drinken erbij. Klaasje wijn. Maakt niet uit. En dan uh, naar de sauna in de, en lekker gegeten. En in het bedje liggen. En dan, uh, ik zou ook zeggen, even kijken hoor. Uh, mannetje rechts, vrouwtje links. Ja. Dus mannetje moet rechts zitten. Vrouwtje links. En dan je linkerarm uh, door de rechterarm van je vrouwtje... En dan, uh, samen, City, u, maar u richt op City. En dan gaan we porno kijken. Ben je er klaar voor? Wat je dan meemaakt? Ik heb porno gezien. Die is. Dat is vergelijkbaar met het gevoel wat ik kreeg. bij een uitzending van de Thunderbirds. Dat er een starship die kwam te dicht bij de zon. En toen kwamen er daadwerkelijk uh, druppeltjes uh, zweet op die poppen. Ze kregen het zo warm, die poppen die, uh, kregen zweet, uh, de, de, het druppelde in hun ogen. En toen ben ik achter de bank gekropen. En ik dacht: dit wordt mij te gek. Hier kan ik niet tegen, straks gaan ze dood. Ja, nou, dat soort porno heb ik uh, ook gezien hoor. Dat ik achter de bank uh, kroop. En dan dacht ik wel, ja. Uh, ja, nog een keer. En <laughs> dan kroop ik weer achter de bank. En ik denk, oké, okay, nog een keer. Wat heb ik nou gezien? Zo. So. Ja, die porno die niet. Die heeft mij. 500 euro gekost. Dat is bizar. Dat wist ik niet, maar de KPN die belde mij. En zei: Ja, meneer, uw GSM internetabonnement. Wil u even waarschuwen? U zit boven de zoveel MB. ja je nou, we maken dood. Ja, maar dat kost u wel. Wat? Wat? Oh, dus vandaar dat ik het weet, 500 à 700 voor uh, die film. En die mag je niet zien, dat is. Nee, dat is niet leuk. Ik ga er nog een aparte beschouwing over houden, hoor. over porno. Want daar moet een keer het laatste woord over gezegd worden. En er is heel veel leuke porno. Echt waar. Je zegt om te lachen. Of, 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 of lekker. Of, of, ja. En mensen doen gek, en dat is nodig. Dat is erg belangrijk. Het is Osho, hè. Bachman. Die gooide die teugels ook los. En hij zei: van ja, maar kijk nou eens naar getrouwde mensen. Het zijn in elkaar gezakte puddingen. Beter doe je dat helemaal niet. Beter heb je seks met. Uh, ja, de, de, met, met de, de, ja, heb seks. En laat je angst los. En uh, uh, uit je woede. Uit je woede op een kunstzinnige manier. Je bent boos, nou doe er dan wat mee. Iedereen is boos, iedereen is ontevreden, iedereen pikt het niet, en iedereen wordt beroofd. Dan heb je een reden om behoorlijk boos over te zijn. Uit dat dan. En kanaliseer dat. En wees alleen. Niemand heeft met jou wat te maken. Je bent boos en uit dat. Zoek die woede op. Waar weer een pistof over? Zeg dat dan. Uit dat. Op een manier die wij kunnen begrijpen. Beschouw de wereld om je heen als een kind van acht jaar oud. De wereld om jou heen is een kind van acht jaar oud. En jij gaat je uiten naar een kind van acht jaar oud. Acht jaar oud. Dit was geen taalgrapje, dit bedoel ik letterlijk. Ja, de wereld is een kind en het weet niet wat er met haar aan de hand is. Of niet? Dus dat, die die Laotse beweging, die spreekt zich daar heel duidelijk over uit, dat de wereld gelijk is een vrouw. Ik denk dat dat waar is. Over yin en yang, hè? Zo. Ja, leuk, hè? Die, die porno-belofte. Goede porno. Daar ga ik het over hebben. Afgelopen met die onzin. Tot de volgende. Sexy lieverds. <laughs> ha ha ha